allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Ik sta in mijn keuken en ik weet even niet meer welke budgetdag het is. Dat komt nu in beeld. Volgens mij ben ik anderhalve week nu bezig met de budget challenge. Het gaat heel erg goed. Ik moet echt zeggen, sinds ik voor mezelf het wat meer los heb gelaten met al die strenge regels, gaat het eigenlijk heel goed. En ik bedenk me nu wel dat ik twee dingen had moeten kopen die geen voedingswaarde zijn. Maar dat ik dat niet heb gekocht. Toppie! Nou goed, daarvoor ga ik dan nog later naar de supermarkt. Anyhow, vandaag ga ik wederom een nieuwe challenge aan. Natuurlijk met als thema budget. En dat is 5 ingrediënten. En daarvan ga ik 3 maaltijden maken. Oftewel gewoon ontbijt, lunch en diner. Nou, wie mijn Too Good To Go video heeft gezien, heeft gezien dat ik 1 bepaalde bestelling heb gekregen of gekocht. Ja. Dus ik dacht, ik kan wel weer iets anders gebruiken als ingrediënt. Maar what to do als je vriezer vol of brood ligt? Yes, then you take the brood. Oftewel, mijn eerste en ik denk wel het hoofdingrediënt van deze dag wordt brood. Wat nogmaals heel ironisch voor mij is. Maar ik denk, laten we dan ook weer even deze video gebruiken om wat broodbeleginspiratie te delen. Al weet ik niet of je hier heel erg geïnspireerd van raakt. Maar de meeste mensen raken een beetje van slag. Want hè, we zijn toch een broodland. En als je dan vegan gaat eten, oh jee, dan kan je geen ham en kaas meer op je brood doen. Wat nu? En de vervangers smaken vies. Wat nu? Dan kunnen we al snel grijpen naar een broodje hummus. Of we gaan er andere dingen mee doen. Namelijk bijvoorbeeld pindakaas en banaan. Nou, je begrijpt wat mijn ontbijt wordt. En omdat ik groenten dus ook belangrijk vind, heb ik hier een roerbak van Italiaanse groenten. En voor nog wat eiwitjes en waar je dus heel veel mee kan, is tofu. Van deze 5 ingrediënten ga ik dus de hele dag eten. Ik heb mijn ontbijt al verklapt. Dat is namelijk pindakaas en banaan op brood. Ik ga de brood lekker roosteren. Dat vind ik eigenlijk het allerlekkerst. Dat zal ik waarschijnlijk ook gewoon de hele dag door doen. Love it! En wat ik de rest van de dag ermee ga doen, dat zie je in deze video. Ik zou dit oprecht de hele dag door kunnen eten. Het frisse van het banaan, het crunchy van het brood, het zoetige van de kaneel en het smeuïge van de pindakaas. Over een half uurtje ga ik sporten. En dat doe ik tegenwoordig bij een nieuwe sportschool. En ik ga dat doen samen met een van de trainers daar. En zij is razend enthousiast en ze zei al een keer, ik ga je wel een keer filmen. Dus ik denk wel dat ik even mijn camera mee ga nemen en haar ga vragen om wat beelden te shooten. En dat zie je dan nu. Make a life for myself.
zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik lekker getraind. Ik heb maar echt een paar oefeningen gefilmd, want het was een full body training. Was echt super chill. Chill. Was echt super lekker. En ja, de reden dat ik een full body heb gedaan is omdat ik deze week 2 of misschien 3 keer ga trainen. Ik weet nog niet of ik dit weekend ga trainen. Dat laat Jetske van de edit wel even weten. Maar wij gaan deze tofu even scrumbelen. Tenminste, ik ga letterlijk de helft van de tofu gebruiken en de helft van deze Italiaanse roerba crunta. Omdat het kan. En dat eigenlijk heel simpel. De tofu ga ik verkruimelen over de pan. Daar de Italiaanse groenten bij doen. Dat lekker allemaal ja, wokken, bakken samen. De broodjes weer grillen. En ik ga er wel nog wat kruiden bij doen. Dat valt natuurlijk buiten de ingrediënten, net zoals olie en zo. Ik ga allemaal verschillende kruiden ook wel gebruiken. Ik ben me ervan bewust dat het misschien niet helemaal eerlijk is. Omdat, ja, hè, een ingrediënt. Ik zie een ingrediënt echt als groente en dat soort dingen. En niet per se kruiden. Tenzij het dan weer verse kruiden is. Maar dat ga ik niet gebruiken. Ik heb gewoon zin in deze maaltijd, dus laten we snel beginnen. Met scrambled tofu en Italiaanse groente mix. Och, kijk, zo heb ik mijn brood het liefst. Ik kom er ook steeds meer achter, want ik zei dus dat ik als kind nooit brood lustte. Maar dat is ergens ook gewoon niet waar. Want wat lust ik wel voor broodjes? Toentertijd had ik nog niet vegan, maar een broodje haring vond ik lekker. Een broodje tomaat met een broodje kaas met zongedroogde tomaat vond ik lekker. Van die broodjes brie met walnoten en honing vond ik lekker. Nou ja, noem maar op. Mozzarella tomaat en pesto. Tosti. Dat soort dingen. Dat vond ik wel lekker. Maar ik hield gewoon niet van een... Oké, dit klinkt vet verwend. Maar goed, ik hield gewoon niet van zo'n vieze, gore, geplette boterham in mijn tas. In zo'n zakje. Echt. Nee. Gatsie. Bah. Dat vond ik gewoon heel vies. En nu ook. Ik bedoel, als we dan op uitje gaan met die kinderen. Nou, vind ik eigenlijk al heel jammer. Want dan moet ik van tevoren mijn brood smeren. Dan denk ik, oh, dan is het alweer, dan zit het alweer een tijdje in mijn tas. En dan met hummus. Nee. Dan wil ik gewoon hummus, tomaat, komkommer. Ik hou gewoon van fancy. Nou. En fancy it is. Ik moet gelukkig nog stofzuigen. Dit is ook weer heel lekker. Ik heb er nog wat kale namaksout overheen gedaan. Ik ben me ervan bewust dat het echt een beetje overrated is. Tenminste, ik vind het een beetje overrated. Iedereen was heel enthousiast. Oh, het smaakt naar ei. Nou, ik weet niet. Die van mij. Het is lekker, maar... En soms geeft het een beetje de eye vibe. Maar niet altijd geeft het de eye vibe. Oké. Okay. Ik zei dat ik nog moest schoonmaken, maar ik hoef nou ook niet alles op de grond te gooien. Ik ga hier even weer van genieten en ik zie jullie. Nou. Vanavond gewoon weer. Bij wederom een broodje met tofu en Italiaanse kruiden. Maar ik heb al bedacht wat ik daarmee ga doen. En daar heb ik echt ook al heel veel zin in. Nou, lieve mensen.
Het is weer tijd voor de laatste maaltijd van de dag. En ja, jullie zijn natuurlijk razend benieuwd. Wat zou ik nou toch voor ingrediënten gebruiken? Nou, ik ga brood gebruiken. Wat een verrassing. Daarbij eten we weer die tofu en die Italiaanse groenten. Maar dit keer ga ik het anders doen. Ik ga de tofu namelijk in plakken snijden. En die grillen onder mijn grillplaat voordat ik het brood bak. Nou, de groenten bok ik wel even in een pan. En ik ga het nog even een sausje maken. Ik dacht namelijk ineens, hey, ik heb nog wat leftovers van een andere challenge. En natuurlijk mijn pindakaas. En ik dacht, hey, smart. Tenminste, ik weet eigenlijk niet. Misschien is het helemaal straks niet te pruimen. En bedenk ik nu iets bij elkaar wat niet lekker is. Maar goed, hey, laat ik dan degene zijn die dit voor jullie test. Misschien is het wel de uitvinding van het universum, van de eeuw, van het millennial. En misschien is het wel drama eerste klas en dan weet je dat je dit nooit moet doen. Maar misschien wist je het al en maak ik nu deze fout. Maakt niet uit. Goed, we gaan snel beginnen. Broodje nog onder de grill ligt, dacht ik, ik ga even alvast deze proeven, omdat het kan. En omdat ik trek heb. Hoe gaan wij dit doen? Oké. Ik hoop nu niet dat ik krijg, mag ik een recept? Er is geen recept. Dit is, snij een tofu in stukken, gooi het in de grillplaat, mix pindakaas met burrito kruiden en water. Kwak het op een broodje met wat gewokte groenten zonder enige kruiden heb ik bij de groenten gedaan. En kwak dat ook op het broodje. Dat is het recept. Nou, tot zover koken met Jetje. Maar het is wel echt heel lekker. Ik ga bij deze dan ook de video afsluiten. Maar niet voordat wij hebben gekeken naar wat zit er nu in de portemonnee. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar totaal niet mee bezig ben. Maar goed, Jetska uit Edit is dat wel. Nog een kleine side note. Ik ben net ook nog naar de supermarkt geweest. En daar moest ik, hoe heet dat? WC-gissel kopen. Dat heb ik gekocht. Dus dat gaat er ook nog af. Nou, dat maakt het bedrag wat ik vandaag heb uitgegeven totaal op. En dat zorgt ervoor dat er dit in de pot zit. En ik heb nog voor 4 dagen eten in de vriezer. Dat is dus zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. En woensdag maak ik alweer een nieuwe video. Waarbij ik weer iets heel leuks ga doen. Dus het ziet er naar uit dat de tweede week me ook heel makkelijk afgaat. Maar goed, we zijn nog niet eens op de helft. Dus we zullen zien. Thanks voor het kijken. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met al deze fantastische broodmaaltijden. Vergeet dan zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check je snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!